allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe MAF-vlog. Ik ben Chiara Toepel, ik ben 17 jaar en dit is nu mijn derde jaar op de MAF. En vandaag ga ik jullie een dagje meenemen. Hoi allemaal, mijn naam is Laudine Stap, ik ben 18 jaar en dit is mijn eerste jaar bij de MAF Jongeren. En vandaag neem ik jullie een dagje mee bij de MAF. Goedemorgen, ik ben Roos Steenberg, ik ben 16 jaar en dit is mijn tweede jaar op de MAF. En ik speel Yara in de voorstelling Nimmermeer. Het is nu 17:15. En ik ben niet echt een ochtendmens, dus dit is niet mijn lievelingsmoment van de dag. Maar ik ga me nu even klaarmaken en dan zie ik jullie zo. Hoi! We zijn nu aangekomen op station Tilburg en lopen nu naar Factorium toe. Ik heb er een beetje zin in. Woe! Zeker! Yes. Goedemorgen! We zijn nu bij Spec Dance en het is een andere dag dan normaal, want Veronique is er niet. Mm-hmm. Dus vandaag gaan we zelf aan de slag. Hey! Ja. Nou, dit is mijn outfit van vandaag, want bij Spekspel doen we allemaal rolverdieping en dan doe je kleding aan voor je eigen rol en ik ben het hele vrolijke en kleurrijke meisje, dus dit is mijn outfit. Rol even door. Kom steeds, niet doen. Daar doet ze toch wat aan? Ik ben echt niet bang voor mijn kleintje. Oké, okay, hebben we Spekspel en Spekdans gehad. Ging het goed? Ja, zeker. Yes, heel goed. Fijn. En dan gaan we nu lekker met z'n allen repeteren en met Geertje en dan gaan we lekker de scènes in elkaar zetten. Ah, au! Doe even normaal, freak. Ja! Ah, help! Ik word vermoord! Hou je kop! We hebben een koor. We gaan nu lekker weer zingen met z'n allen. Nou, eerst gaan we inzingen. Eerst gaan we inzingen en dan gaan we daarna lekker koor zingen. En we gaan alle stukken doen vandaag. Alles? Ja. Oké. Hallo, wij hebben net koor gehad. En nu hebben we samen Spek Zang. We hebben samen Spek Zang. Dus we dachten, laten we samen vloggen. Top idee dit. Wow, dit is echt geweldig. Inderdaad. Nou, ja. Wij hebben nog lekker Spek Zang. Helemaal leuk. Naar onze vlogs kijken en denken, oh, ik heb eigenlijk wel ergens een vraagje over misschien hoe de opleiding is, hoe de docenten zijn, hoe wij zijn, hoe zo'n dag er nou echt precies uitziet, dan kun je dat altijd vragen in de reacties en dan reageren we daarop in een van onze vlogs. Zeker weten. Ik ben inmiddels weer thuis van de MAF en ik vond het een superleuke dag weer vandaag. We hebben heel veel gedaan en wat ik zo vet vind is dat je de voorstelling steeds meer vorm ziet krijgen. Want bijvoorbeeld vandaag hebben we dan dans en spel samengevoegd, waardoor je hele scènes al ziet ontstaan. En dat vind ik zo vet en zo fijn om te zien. En bij koor hebben we nu bijvoorbeeld alle nummers al ingestudeerd. Voor sommige nummers moeten we nog wel de Nederlandse tekst krijgen, maar dan hoeven we dat alleen nog maar door te nemen en dan is het al helemaal klaar. Dus dat is echt super vet. En mocht je willen komen kijken naar de voorstelling, dat is op zaterdag 1 juli en zondag 2 juli in Theater De Leest. Dus hou zeker Musical Factory in de gaten voor de tickets. En ik vond het super leuk dat ik jullie een dagje mee mag nemen. Dag! Wat een liefde, jongens. Alleen maar liefde op de MAF. Kom maar niet voor de MAF, dan heb je ook zoveel liefde. Ja! Alle stukken doen vandaag. Alles? Ja. Oké. Okay. Het is helemaal leuk. Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben een stuk. Oh nee, je bent een stuk.